Ken je maar? Ja, Edwin Hermans, 0-1 verlies tegen Cambuur, eerste wedstrijd. Was dat niet een typische 0-0 wedstrijd eigenlijk? Ik had het gevoel dat in vooral de tweede helft en eind eerste helft dat we wat sterker waren dan Cambuur. Ik vond het jammer dat we dan in de eindfase niet echt veel kansen creëerden of dat we gevaarlijk werden. Uiteindelijk is 0-0 wedstrijd dus altijd wel gevaarlijk om te zeggen. Omdat iedereen heeft wel specifieke kwaliteiten en vooral Cambuur om een wedstrijd uit het niets te beslissen. Met de snelheid van de buitenspelers, een balsterke spits, we hebben Michael de Leeuw. Dus daar kun je ook eigenlijk nooit van uitgaan. Want één corner, één dom balverlies van ons kan al dodelijk zijn. Ik had op een gegeven moment wel het gevoel dat we wel de wedstrijd onder controle hadden. Mm-hmm. Uiteindelijk geven we te makkelijk een rol weg. Je zag de ploeg ook een beetje twijfelen. Moeten we doordrukken voor die voorsprong? Dat was mijn idee. Twijfel. Ik vond het meer dat ze een beetje na de 1-0... Of na de 0-1 waren ze een beetje te neergeslagen. En dat kwam ook wel omdat je eigenlijk uit de fase kwam dat je het redelijk voor elkaar had. Dat was wel een aardige tik, vooral de manier waarop je valt. En daarna is het moeilijk om je te herpakken in die zin, om hetzelfde te blijven spelen. Cambuur gaat zich natuurlijk ook aanpassen om wat verdediging te spelen, al wat moeite mee. En dan moet je eigenlijk wat sneller via de zijkanten dreigend worden met voorzetten. En dat hebben we uiteindelijk, was de uitvoering daarin niet goed. Ja, je probeert met wissels nog iets te forceren, maar er kwam eigenlijk aanvallend te weinig uit. Ja, je probeert aanvallend in ieder geval aanvallend wat meer dreiging te hebben. Alleen dan ben je ook afhankelijk van de voorzetten, van de tweede bal oppakken, van daaruit iets doen. En ik moet zeggen dat Cambuur dat heel goed opgelost heeft. Neem je nog positieve dingen mee vanuit deze wedstrijd? Oh ja, zeker. Heel veel positieve dingen. Ik denk dat wij tegen een ploeg die heel volwassen is en misschien wel voor promotie gaat. Dat we een gedeelte van de wedstrijd, vooral de eind tweede helft, begin eerste helft. Of eind eerste helft, begin tweede helft. Dat we goed weerstand hebben geboden. En dat we goed door de linies konden spelen, gevaarlijk waren. Alleen in de laatste fase vond ik het niet goed. Dus hoe kijk je allemaal al terug op je eerste thuiswedstrijd, je debuut? Ja, balen van de nederlaag. Balen van de nederlaag. Ja. Sport gaat om winnen. En ik ben als trainer direct blij dat we wel ontwikkelingspunten zien en dat we toch wel dingen hebben teruggezien. Alleen je wil gewoon winnen. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Ja.